En zo simpel kan het zijn. Je Valentijnskaart is af. Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe Action DIY. Mijn naam is Elise. Misschien ken je mij wel van mijn eigen creatieve YouTube kanaal Elise Dingen. Vandaag heb ik een simpele DIY voor je met spullen die je waarschijnlijk wel in huis hebt. Het is namelijk bijna Valentijnsdag en het leek me leuk om een kaartje te maken voor een vriend of vriendin of misschien wel iemand uit je familie. Geef deze video een duimpje omhoog als je net als ik een kaartje gaat maken voor iemand uit je omgeving en laten we dan gauw beginnen. Als basis voor mijn kaart gebruik ik dit papier. Ik gebruik het liefste een beetje stevig papier, maar heb je niet heel stevig papier, dan kun je ook gewoon twee velletjes voorzichtig aan elkaar plakken. En wat ik heb gedaan is, ik heb het vel dat ik wil gebruiken alvast doormidden geknipt, zodat ik er zo meteen makkelijk een kaart van kan vouwen. Daarnaast heb ik dus ook nog een schaar, lijm en verschillende stiften. Je kunt natuurlijk elke stift of pen of potlood gebruiken die je hebt liggen. Ik koos voor deze kleuren omdat ik dat wel bij het thema vind passen. Ik begin met het dubbel vouwen van mijn papier zodat het een kaart wordt. En je kunt natuurlijk elk formaat papier gebruiken wat je maar wil. Ik vind dit een leuk formaat, want dit past in ieder geval in een envelop door de brievenbus. Maar je kan hem natuurlijk ook groter of kleiner maken als dat is wat je wilt. En zo hebben we dus eigenlijk al de basis van onze kaart. Ik wil er allerlei doodles op gaan maken met mijn mooie stiften. Maar voordat ik dat ga doen, pak ik er een stuk roze papier bij uit hetzelfde papierblok en ook dit vouw ik even dubbel. Zo, wanneer ik dat gedaan heb, pak ik mijn schaar erbij en dan knip ik een half hart aan deze kant van het papier. Dat is de dichte kant, dus de kant van de vouwlijn. En als je het fijn vindt, kun je natuurlijk eerst een lijn maken met potlood. Ik doe het meestal gewoon een beetje op gevoel. Je kunt het eventueel altijd nog een beetje bijknippen als je dat graag wilt. En wanneer je je hart hebt uitgeknipt en openvouwt, dan zie je dus dat het een compleet hart is geworden. En wat je hiermee kunt doen is of hem op de buitenkant van je kaart plakken, zodat je hier een half hart ziet. Maar wat ik leuk vind is om hem aan de binnenkant te plakken, zodat als je de kaart openvouwt, je een hartje ziet. Even vastplakken. Ik zorg ervoor dat mijn hart goed vast zit aan één kant van het papier. Dan vouw ik mijn kaart even dicht. En dan zit het hartje mooi vastgeplakt aan de kaart. Dat papier waar we net ons hart uit hebben geknipt, dat kunnen we nog wel gebruiken. Het lijkt mij leuk om dit gedeelte op de voorkant te plakken. Maar dan moet ik wel even dit randje mooi bijknippen. Je ziet namelijk dat de onderkant van ons hart heel dicht bij de rand van het papier zit. Dus ik wil dat het papier bovenaan ook een stukje dichter bij het hart stopt. Ik plak eerst het roze papier vast en daarna knip ik de randjes er pas af. Dan weet je zeker dat je het niet net te klein knipt. Even goed aandrukken. Dan draai ik mijn kaart om en dan knip ik dus deze roze flappen aan de zijkant eraf. En zo kun je dus precies zien wat je teveel hebt aan roze papier. En nu we de schaar er toch bij hebben, ga ik ook de hoekjes van mijn kaart een beetje afronden. Ik open mijn schaar en dan knip ik heel voorzichtig terwijl ik mijn kaart een klein beetje draai. Zo. Dan heb je een afgerond hoekje en dit herhaal ik dus aan elke kant. Je kunt natuurlijk ook je hand met de schaar erin draaien, maar ik vind dit zelf wat makkelijker. Dan is het tijd om je pennen of stift erbij te pakken, want we gaan in ons hart allerlei doodles maken. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om het hart juist blanco te laten en hier boven en onder doodles te maken. Maar mij leek het leuk om het hart juist te versieren. Je kunt bijvoorbeeld in het hart nog een hart tekenen. Met daardoorheen zo'n pijl van Cupido. En aan de achterkant van die pijl maak ik drie van die streepjes zo. En dat doe ik ook aan de onderkant. Je zou ook een kusmond kunnen tekenen. Ik doe zo'n golflijntje boven en een halve cirkel onder. En diezelfde vorm die herhaal ik nog een keer in de mond. En met een andere kleur, deze, schrijf ik daarbij XOXO. Ik heb de letters per ongeluk een beetje groter gemaakt, dus in plaats van dat ik er nog een keer XO achter schrijf, schrijf ik er gewoon nog een keer XO voor.
Alleen al door af te wisselen in de kleuren die je gebruikt, ziet je kaart er meteen al een stuk leuker uit. Je hebt dus eigenlijk helemaal niet zoveel nodig. Ook maak ik een roosje. Ik begin met een cirkeltje en daaromheen maak ik een aantal blaadjes. Zo. Steel van de bloem eraan en een blaadje. En dan een paar doorntjes. Zo. Ja, en een doosje chocolaatjes kan natuurlijk ook niet ontbreken. Ik maak een rechthoek en vanuit drie punten trek ik een klein lijntje naar beneden. En ook die lijnen die verbind ik weer aan elkaar. En je kunt best een aantal doodles herhalen door gewoon te wisselen met de kleur waarmee je ze maakt. En naast doodles kun je ook lieve woorden opschrijven, zoals sweet of cute. Ook een envelopje vind ik hier goed bij passen. En wat ik doe, is ik teken alsof het envelopje is gesloten met een sticker van een hartje. En je kunt niet alleen een doodle maken van een envelop, maar bijvoorbeeld ook van een kaart. Daar kunnen ook best wat hartjes op. Naast doodles kun je hierboven of hieronder ook tekst schrijven. Als je dat doet, probeer eens af te wisselen met letters heel ver uit elkaar of juist heel dicht bij elkaar te schrijven. Ik maak lusletters die ik net iets verder uit elkaar zet dan dat ik normaal zou doen. En als laatste schrijf ik een lieve boodschap aan de binnenkant van mijn kaart. En zo simpel kan het zijn, je Valentijnskaart is af. Zoals altijd wil ik je weer bedanken voor het kijken en ik hoop dat ik je ook deze keer weer heb kunnen inspireren om iets te knutselen met spullen die je waarschijnlijk wel in huis hebt liggen. Wil je nou geen enkele video van ons missen? Abonneer je dan op dit kanaal en dan zie ik je hopelijk terug bij een van onze volgende video's. Doeg!